Gisteren heel lang leverde liefde. De date van Robin en Jacinta gaat meteen als een trein. Je mag elkaar kussen dus. Ja. Hi. Maar het ziet er leuk uit. Dankjewel. Ik heb afgelopen vrijdag een MRI-scan gehad van mijn knie. En daar zitten verschillende scheurtjes en slijtage. Maar... Nou ja, ik heb ook slechte knieën. Ah, dat is ons gemist. Ja. Nou, dat is wel kut. Is Michelle de vrouw waar Koen alles van gaat leren? Ik heb geen verstand van wat vrouwen precies lekker vinden. Nee. Ik heb mijn zusje maar even geraadpleegd. Zij is een vrouw, dus... Ja. Maar zal vanmorgenmiddag nog een lunch hebben, hangt er dan vanaf of we verlengen natuurlijk. Ja. Ik weet nu nog niet zeker of je gaat verlengen. Nee. Het zou geweldig zijn als het lukt natuurlijk, maar goed. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Michelle wil Koen graag enthousiast maken voor haar grote passie, hockey. Kan hij mooi bewijzen hoe het zit met zijn winnaarsmentaliteit. Doelpunt. Robin en Jacinta hebben zonder vlinders al slappe knieën. Maar op de bank kun je ook prima scoren. En wat voor soort type man zoek je? Ik wil gewoon een iemand die me waardeert. Ja. Kijk, nou, dan een kleine vraag. We zijn klaar, jongens. Nou. Ja. Is het trouwens je eigen natuurlijke haakje? Of heb je elke dag een ander kleurtje erin? Ik heb er speciaal voor jou roze doorheen gedaan. Ik denk, hoe kan ik zo vrolijk mogelijk uitkomen? Ja, nou, dat doe je wel helemaal goed trouwens, hè? Dat wel. Dank je. Ja, ja, een beetje liefde mag er toch wel door. Mag mensen zeggen, ja, precies. Anders wordt het zo saai. Zullen we beneden kijken? Ik heb wel zin om even wat frissere lucht. Ja, precies. Of wij nou meteen de hot tub proberen gaan. Ik heb het al warm genoeg, maar dat kan... Hey, een klein koffertje. En daar zit genoeg in voor 5 dagen. Daar zit kleding in voor 5 dagen. Kijk, extra dekbedden. En gaan we dat gebruiken? Als we dat koud krijgen. Kijk, gaan wij het koud krijgen dan? Dat denk ik niet, maar hey. Yes. Kijk. Ik zou zeggen, kom verder. Ik vind je wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Dank je. Ja, ik weet niet hoe je mij vindt. Gezellig. Ja, ja. Oké. Ja. Mmm. Roze lippenstift. Mmm. Nou, jongens. Mooi zo. Heerlijk. Mag er zelf ook in pakken, hoor. Dat is jouw cadeau. Oef, karamel. Vrouw en chocolade, dat gaat wel samen. Ja, ja, hè. Maar veel dates gehad? Of, Ik heb veel dates gehad, maar eigenlijk, en dat klinkt best raar... voor iemand van mijn leeftijd nog nooit echt een vaste relatie... Oké. Nou, dat geeft toch ook niet? Ik vind het ook gewoon lastig als ik samen met een vrouw ben... en ik ben bijvoorbeeld aan het daten. Een gesprek aangaan, dat gaat prima. Alleen bijvoorbeeld als ik denk van ik vind het wel leuk... en dan toch wanneer je een geaccepteerde aanraking kan doen, bijvoorbeeld zoiets. Ik geef nu maar een heel voorzichtig voorbeeld. Dat vind ik vaak gewoon lastig om dat te bepalen. En dat is het natuurlijk ook. En ik kies dan toch vaak voor de... voor de veilige en voorzichtige weg. Terwijl ik toch wat meer... Je moet toch als man soms ook meer laten zien dat je iemand leuk vindt. Ja, ja. Je mag het ook gerust aangeven van raak me aan of zo. Als je ziet dat ik ermee worstel of zo, ik weet niet of je dat kan zien. En, ja. En je hebt de behoefte aan, je mag het gerust zeggen. Als je het wil, kunnen we het even doen, hoor. Nou, pak mij niet uit. Doe maar. Ja, voelt goed. Ja, toch? Nou, bedankt. Ja, nou ja. Ja, je bent een mooi persoon, als ik je zo hoor. Dankjewel. Lekker, hè? Ja. Ik vind het wel heel leuk met je. Ik zou zo de hele dag kunnen blijven zitten, hoor. Erbij. Zo 5 dagen lang zullen we hier buiten blijven zitten? Dat wordt niet te koud. Dat gaat niet lukken. Ja. Ik heb dit wel gemist, hoor. Ja.
Ik kijk naar uitstraling, naar ogen, naar lach. En als je het hebt over de beest, dan let ik vooral op benen. Oké. Okay. Dat kan ik wel opwindend vinden. Echt mooie vrouwelijke benen. Oké. Okay. Dus daar zou ik eerder naar kijken. Ziet er op zich goed uit. Oké. Okay. Nee, dan weet ik dat. Ja. Nee. Ja, maar jij bent een sportster, dus dat zou automatisch wel goed zitten. Nou ja, goed. Ja. Waarheid. Oh, god. Ja, dit is wel kleur bekennen. Heeft jouw date de looks waar je op hoopte? Jawel. Ja. Gelukkig. Ja, nee, ja, ik vind dat altijd een hele lastige vraag. Maar het is tot nu toe zeker nog leuk en gezellig en prima, toch? Ja. 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 Bij jou ook, qua karakter zeker en qua uiterlijk ook. Oké. Okay. Ik vind sowieso blond vaak wel mooi. Val ik niet per se, ik val vooral op uitstraling. Maar je hebt ook gewoon een fijne, vrolijke uitstraling. Dus... Oké. Okay. Tot nu toe heb je zeker de looks waarop ik hoopte. Ja, top. Gelukkig. Dus ja. Ja. Deze viel wel mee. Ja, deze viel wel mee. Dat is waar, ja. Maar dan krijgen we daarna deze. Oh, nee. Wat is je favoriete seksuele positie? Ja. Ik heb niet zo'n voorkeur. Nee. Ik moet heel eerlijk zeggen... Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb daar heel weinig ervaring mee. Omdat ik nooit echt... zo ver met een relatie ben gekomen dat dat echt aan de orde komt. Dus ja, dat is wat lastig. Dus dat moet ik echt nog gaan uitvinden. Ja. Ja. Maar gewoon elkaar een knuffel geven, dat kan ook gewoon al gewoon relaxed zijn. Je hoeft niet altijd per se... dat te hebben. Nee, dat vind ik ook. Ja. Kijk, uiteindelijk als je langzaam bent, zal het er ooit van komen. Maar dan moet je gewoon experimenteren, denk ik. Ja. Je moet gewoon ontdekken. Denk ik ook zeker. Ja. Voel jij een seksuele aantrekkingskracht tussen ons? Vind ik nog een beetje vroeg. En het zou kunnen komen. Ja. Ja, natuurlijk moet eerst even groeien nog. Ja. Kijk, en daar hebben we de hele week voor gelukkig. Daarom? Het gaat juist om kleine dingetjes. Ja. En dan kan een hand om je schouder zijn, tegen elkaar aan zitten. En dat vind ik het belangrijkste. Wat zou je mij benaderen als je me zou zien? Ook zou je in ieder geval een praatje maken. Ja, zeker. Zo denk ik er zelf ook over, ja. Ja. Echt leuk. Maar ik vind je echt leuk. Mm-hmm. Ik weet niet of het wederzijds is. Het is een goede match. Ik ben nog niet... nee, maar dat is gewoon ook een beetje onwennig meer. Ja, dat is sowieso natuurlijk. Ja. Wat niet zegt dat ik het niet leuk vind. Nee, maar... dan zeker. Als je nee zegt, dan is het mij ook echt nee. Hè? Dat weet je dan wel ook. Er is niks is over een grens heen gegaan. Gelukkig. Maar dat is even waarom ik hier zit in plaats van daar. Gewoon dat ik even ook lekker, even... Ja, maar dat zou we straks in een echte relatie ook hebben. Ja. Kijk, en dan heb je ook even een momentje voor jezelf. Dus je zegt van oké, ik zit even aan de andere kant van de bank even lekker te puzzelen of het is logisch. Ja, nou, sommige mensen zien dat als een persoonlijke aanval. Ja. Maar wat vind je aantrekkelijk aan mij? Ik vind je postuur vind ik leuk. Ja? Ik vind je een leuke babbel hebben. Ja? Je toedadering vind ik leuk. Dat je goed kan luisteren. Ja, dat ik gehoord word. Koen heeft zijn date een mooie picknickmand cadeau gedaan. Maar buiten is het hem veel te koud. Daarnaast is het natuurlijk veel toffer om binnen voor de open haard te gaan liggen. Een out-of-the-box idee waarmee hij zich meteen van zijn meest romantische kant laat zien. Je ruikt niet mijn voeten, toch? Want die gaan altijd de geur van die schoenen aannemen, een beetje, en mijn sokken. Oh, nee hoor. Ik ben wel wat gewend. Oh, je bent erger gewend, bedoel je? Nee, ik ruik het echt ook niet. Knuffel je graag in bed of lig je liever los van elkaar? Daar kan ik heel duidelijk in zijn. Seks is verder dan gewoon letterlijk het spel, zeg maar. Knuffelen hoort er ook gewoon bij. Af en toe gewoon elkaar... Gewoon een goede, stevige knuffel geven kan ook gewoon een heel goed gevoel geven. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat ik daar wel redelijk hetzelfde in ben. Nou ja, kunnen we... Dat wij wel leuk vinden, ja. Dan knuffelen we elkaar vanavond wel even in slaap. Maar niet te letterlijk, maar een welterusten knuffel moet kunnen. Ja, zeker. Zeker als je in een halve lockdown komt, zeg maar, dan voel je
thuis wat extra alleen. Dus dan ga je wel je behoeftes voelen. Dat zeker. Ja. Maar gaat er wel je fantasie een rol spelen? Dat je aan dingen bepaalde dingen gaat denken? Mm-hmm. Ja. Zeg maar een soort van worstelen als het ware met elkaar. Want dan heb je ook een soort van fysiek contact. Dus daar gaan die fantasieën dan over. Ja. Ik heb het allemaal opgespaard als voor later. Ja, ja. Als ik dat bij één keer eruit gooi, dan wordt dat een hele goeie, denk ik. Dan kan ik de seks voor die beurt een 10 geven, denk ik. Ja, ja, ja. Koen kraalt meteen al zijn fantasieën op het picknickkleed. Bij de buren kijken ze er nog even rustig aan. Vind je het erg van mijn ogen dat ze af en toe lunchen? Of heb je er geen probleem mee? Ik heb daar geen probleem mee. Het gaat zo snel allemaal. Het gaat mij nou echt in de vogelvlucht. Maar wel in een gezonde vogelvlucht. Ja. In een goede flow. Ja. Het is goed. Ja, toch? Ja. Ja. En hopelijk komen we er alleen maar sterker uit. En dat is toch wel waar we naartoe willen. Ja. Ik ben gewoon benieuwd zo van, oké, hoe is het over een jaar? Zijn wij samen. Ja, dat is goed. Ja. Nou. Ja. Zonder boter trouwens, hè? Doe ik gewoon wel even boter op. Vind ik gewoon lekkerder. Hou jij van witte chocola? Ik hou van alle chocola. Nou, over chocola gesproken dan. Hoe sta jij over tegen intimiteit dan? Hoezo? Nou, met aanraken en dat soort dingen. En hoe ver en... Nou ja, op dit moment mag je bij me in bed. vind ik op dit moment even genoeg. Dat is wel heel wat. Ja. En ben jij iemand die thuis knuffelig is? Als ik lekker in mijn vel zit, dan wel. En als ik niet lekker in mijn vel zit, dan echt helemaal niet. Maar zoals vanmiddag net, dan vond je er wel lekker fijn. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Kletsen, knuffelen. Er is zelfs al behoorlijk intensief gekust. Het enige waar ze nog geen tijd voor hebben gehad is de miniatuurset die Jacinta heeft meegenomen. We gaan met treintjes spelen. Is goed. Lijkt me leuk. Ja. Au. Oh. Nee, hè. Zet het door de bank in? Ja, ik denk dat hij... Hij is los. Hij zit inderdaad los. Ik heb hem al. Het zit weer. Super. Hij rijdt dus niet, maar het is jeugdsentiment. Heb je er zin in? Ja, doe maar. Laat me wat zien. Nou, ja. Je hebt gewoon twee mogelijkheden. Of het is rechtdoor, of het is links of rechtsaf. Ja. Meteen een test, samen iets bouwen. Ja. Hij rijdt dus niet, maar ik vind hem er gewoon leuk. De buren hebben voor vanavond een flink gourmet buffet geregeld. Hopelijk even lekker als praktisch. Want met een mond vol vlees is de kans groot dat Koen eens een keertje niet alles wat hij denkt meteen uitspreekt. En het kan wel eens voordelig uitpakken voor de aantrekkingskracht. Rare vraag misschien, maar zie je iets raars aan mijn lip? Die doet voelt raar. Nee. Voelt geïrriteerd een beetje. Een beetje drogig of zo. Ja, dat heb ik al een paar dagen. Maar nou, het zal wel, zolang er voor de rest geen postjes op zijn hoofd te zien zijn, zal het wel meevallen. Doe jij nog een gebed voor het eten? Nee. Jij? Ik wel, Steven. Oké. Okay. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Jongen, jongen, jongen. Ik zit te bedenken waar we het gewoon zouden kunnen hebben, maar ik weet gewoon even niks. Maar misschien moet je soms ook gewoon genieten even van het moment. Van het vlees en van het lekkere eten. Van de sauzen, hè?
Als ik wil weten of ik vol zit, moet ik even gaan staan. Dan voel ik dat beter. Dat heb ik niet. Fuck it, het gaat gewoon... Nee, ik zit nog niet vol. Oké. Okay. Gooi het aan, meneer. Wat een stilte. Nou, eens even kijken of ik vol zit. Niet helemaal, maar... Ja, dat is voordeel dat we corona getest zijn. Inderdaad. En negatief. En negatief. En negatief, ja, hè? Inderdaad, want anders waren we weer niet. Ik wil zeggen, anders hadden we dit niet mogen doen. Nee. Ik moet zeggen dat ik tijdens die coronatijd behoorlijk wat roe heb gemaakt. Roe? Roe en dan voor de bloemkool. Gewoon kaassaus ervan maken. Zeker lekker. Net zoals de sudderlapjes en dat soort dingen. Het enige probleem is dat ik dan 3 kilo sudderlapjes ongeveer naar binnen werk. In 2 dagen. Dat je denkt, het was de bedoeling om er 7 keer van te eten. Maar ja, dat lukt niet. Het is veel te veel. Yep. Dan laat de rest in de pan. Dan gooi je daar heel veel bechamelsaus overheen. Precies. Vinden wij helemaal niet erg. Nee, hè? Nee, ik niet in ieder geval. Oh, maar dan komt het wel goed. Robin hoeft zich niet in te houden en laat de saus lekker stromen. Een beeld waar Jacinta zo te zien uren naar kan kijken. Ik koop tijdens de aspergetijd koop ik altijd gewoon 100 van die zakjes aspergesaus. En vorige week was de laatste aspergesaus op. Gaat gewoon met slagroom gemengd. Over wat dan ook. Ik weet niet of ze het ook verkopen als er geen asperges zijn. Ik vind het zo jammer dat er geen asperges zijn. Ik ben zo iemand die gedurende een kerstdiner heerlijk gegeten heeft. En dan als de borden net weg zijn, dat ik dan in de keuken toch nog even die 3 happen. Ja. Erg is dat, hè? Heel erg. Hamburgertje. Weet je, 1 ding ben ik gewoon echt vergeten. Ik ben gewoon je naam vergeten. Dat is echt heel erg. Ik weet het gewoon echt niet. Oh, het is echt heel slecht. Dat is geen goed teken, hè? Mijn naam heeft 1 lettergreep. En het rijmt op iets als je niet zo heel erg slim bent. Als je de voorste letter weghaalt, dan ben je iemand die niet zo heel slim is. Niet heel slim. Dom. Ander woord. Oké. Okay. Ook 3 letters. Als je niet de laatste 3 letters neemt, maar de eerste 3, dan heb je een dier die graag op gas actief is. Koe. Ja. Koen. Juist. Ah. Oké. Okay. Ja, ik ga hem je niet zomaar geven. Jij vergeet hem. Nou, meisje. Lieve schat, op ons. Proost. Laat je het eens maken. Stel, wij zijn samen en ik lig naast je s'nachts. Waar kan ik je dan voor wakker maken? Op sommige avonden tiramisu. Oké. Okay. Maar wel iets dus met eten. Ja, dat is wel het eerste waar ik aan denk. Saai, hè? Ja. Weinig fantasie, hè? Oké. Okay. Jij? Ja, misschien is het een cliché en heel ouderwets. Natuurlijk voor een goede vrijpartij. En qua eten, ja. Een goede, lekkere, rijpere meloen of aardbeidjes. Een ijs, daar kan je sowieso wel van maken, ijs. Wel een ijs eten. Bossenbollen. Ook lekker. Oh. Het gesprek liep niet altijd even soepel, het eten wel. Koen heeft op de valreep nog flink door zitten knagen en is blij dat hij op de bank mag uitbuiken. Nou. Ik heb sowieso hele spastische darmen over het algemeen. Oh, ook. Oké. Okay. Dus dat hoor je zo? Nou, nee,
Dit is denk ik ook met gourmet te maken. Zeker als ik spanning heb, dan gaat het wel wat pruttelen daar, ja. Oké. Nou, ik ga even naar het toilet. Zoiets? Ja hoor, ziet er goed uit. Poppen hem gewoon in. Zo. Zullen we op die bank gaan zitten? Ja. Nee, maar ze gaat alleen staan. Nou, was ik het niet. Kan ik helpen? Ik kreeg hem net wel voor mijn kamer. Au, hij moet erin kunnen, maar hij gaat er niet in. Nee. Ga even. Ik draai grijs. Ja. Ja, maar nou ik. Yes. Lieve schat, ik wil er graag deze week voor je zijn. Dat vind ik heel fijn. Ik kan alles aan me kwijt. Ja. Ik hoop dat ik de juiste ben voor je. Ik ook. Ik vind zoeken eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nou, hoef ik niet meer verder te zoeken. Nee, daarom. Kom je daar nou bij? Kom maar staan. Kom maar op. Hey. Heerlijk. Morgen. Robin zal niet rusten voordat hij weet wat Jacinta lekker vindt. Wat zie je er ontzettend lekker sexy uit. Hoe word jij verliefd op een man? Dat hij iets aanraakt waarvan je heel opgewonden wordt, waarvan je denkt yes. Ik. Wat zou hij bij je moeten doen?